Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals je in de titel hebt kunnen zien, ga ik reageren op haatreacties. Ik heb het geluk dat ik er niet zo heel veel krijg. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Maar ik krijg gewoon niet heel veel haatreacties. Maar ik heb er wel natuurlijk een paar gekregen. En die reacties ga ik bespreken. En er zit ook mijn grootste hater tussen. Het is echt heel grappig en hilarisch. En op het einde wordt ze opeens heel lief. En jullie krijgen het allemaal te zien in deze video. Blijf zeker kijken. En dan beginnen we met een beetje de standaard haat die ik wel eens krijg. En vooral als mijn video's in training staan, wordt er wel vaak iets gezegd zoals je paard is een frikandel of zo. Nou, laten we even kijken. Oh ja, en even een disclaimer. Dit zijn niet mijn woorden. Deze woorden zijn allemaal echt ingestuurd. Er zitten heel veel scheldwoorden bij. Kan je daar niet zo goed tegen? Dan moet je eigenlijk niet deze video gaan kijken, want ik ga natuurlijk haatreacties bekijken. En daar wordt heel veel in gescheld. Maar dit is dan de eerste en dat is paarden zijn fucking kut. Leuk. Ik haat je. Oh ja, deze is heel grappig. Trut, fuck you. Ik haat je, Dombo. Nou, dat zijn een beetje de standaard reacties. Er zit niet echt een reden achter waarom die mensen mij zo vervelend vinden. Dus we gaan nu een beetje naar de meer diepgaande reacties. Oh ja, deze gaan een beetje over mij als ruiter en hoe ik mijn paarden verzorg. En dan beginnen we met een reactie die is op een Vlogmas video. En toen was het dus winter en toen reageerde iemand: je moet echt je paarden een keer borstelen, want dit kan echt niet. Daar is toen op gereageerd door verschillende mensen. Niet door mij, maar wel door iemand anders. Die had daar commentaar op van ze borstelt haar paarden best wel eens. En toen reageerde zij weer terug, de hater, van sorry, het was echt niet gemeen bedoeld. Ik begrijp ook wel dat jullie zo reageren, maar ik bedoel met dit kan echt niet. Gewoon als grapje van ze zijn echt heel vies. En het komt inderdaad ook wel stom over, dus sorry. Dus ze heeft daar excuses voor aangeboden. Ze heeft ervan geleerd, dus dat is goed. Dus dat wilde ik ook even er meteen bij delen. De volgende reactie is op een recente video waarin Noora, die hier ergens op de achtergrond loopt, gek werd door de muggen. En daardoor ging we dus terug naar huis, want ze werd echt heel gek en boos. En ze reageerde, de hater, met sorry, maar een echte ruiter kan zijn paard onder controle houden. Aan jou te zien ben je in paniek en daar reageert je paard ook op. Daarbij was je waarschijnlijk al gespannen voor je het bos inging. En nu heb je een paniekerig paard. Leer eerst jezelf onder controle houden en dan je paard. Waar ik op heb gereageerd, wat een onzin. Want dat is ook het enige wat ik hier eigenlijk op kan reageren. Oh ja, deze reactie is op een van mijn laatste proefwijzervideo's waarbij ik de wortelchallenge uitprobeer. En iemand reageert, geen haat, maar je daagt je paarden daarmee uit. Ja, werden ze daarmee uitgedaagd? Nou, ze werden wel een beetje uitgedaagd om naar de wortel te zoeken. Maar na een tijdje kregen ze gewoon de wortel en waren ze blij en wilden ze nog een keer proberen. Dus geen kritiek hoor, want ik vind je echt wel heel tof. Maar als je je paard zo wijd laat staan, is het heel slecht voor de heupen en de benen en zo. Binnen de benen, dat is in een onderzoek gebleken, past net, ik vind echt heel tof, maar het zou niet leuk zijn als Moos iets krijgt aan de benen door dit. De spagaat is iets wat een mannelijk paard elke dag moet doen als ze gaan plassen. Dus zeker voor Moos is dat gewoon iets heel natuurlijks om te doen. En natuurlijk, als ze gaan plassen, gaan ze niet heel ver en wijd uit elkaar staan. Tenminste, niet elk paard is daar actief genoeg voor. De meesten zijn daar veel te lui voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat uit een onderzoek is gebleken dat de plasstand van een paard slecht voor ze zou zijn. Ja. Maar goed, als het echt uit onderzoek is gebleken, dan mag de persoon van deze reactie dan natuurlijk doorsturen. Want als dat zo is, dan wil ik dat natuurlijk wel graag weten. Want ik wil natuurlijk zo goed mogelijk voor mijn paarden zorgen. Deze reactie gaat over een winactie die ik heb gehouden in mijn eerste video van dit jaar. En de persoon zegt, winacties zijn stom omdat er 1000 kinderen op de wereld bestaan. En iedereen wil die game en de helft heeft de game en de helft niet. Hoe rot is dat voor de kinderen die de game niet hebben? Heel rot. Dus doe winacties niet, AUB. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Niks. Dit is een hele uitgebreide haatreactie op een mukbang video die ik ooit met Feline heb opgenomen. Bijna alweer een jaar geleden. En de hater zei, waarom doen ineens alle paarden YouTubers mukbang? Zijn jullie ideeën op ofzo? Nou, daar heb ik toen op gereageerd met, nee hoor, ik vind het zelf leuk om mukbangs te kijken en daarom wil ik ze ook gaan maken. Welke andere paarden YouTubers hebben dit dan ook gedaan? Ik heb alleen Snootable dit zien doen, anders ga ik ook even de andere mukbangs kijken. Met een vrolijke smiley. Ik bedoel dat ook gewoon goed en vrolijk. Toen reageerde
serveer daarop met, nou, dat is patty. Doe niet alsof jullie dit niet doen omdat het populair is, et cetera, et cetera. Jullie konden ook gewoon een Q&A video maken. Maar dat is te saai, hè? En als je mukbang doet, doe het tenminste goed. Jullie doen letterlijk een half uur over één medium pizza met z'n tweeën. Ja, we hadden gewoon niet zo'n trek, maar we wilden toch gewoon voor de leuk een mukbang video opnemen. En een Q&A en mukbang is niet hetzelfde. Nou, toen had Lisanne, dit is geen hater, dit is de engel van de hemel. Trouwens, ik weet niet eens hoe goed haar reactie is, maar volgens mij had ze wel een positieve reactie. Zij reageerde op de hater nog met, ze doen gewoon hun eigen ideeën wat ze leuk vinden. En dan vind ik zo'n reactie echt overbodig. Fenna en Feline, die zijn heel erg leuk om naar te kijken en hele goede YouTubers. Dankjewel, zo lief. Een Q&A is heel wat anders dan een mukbang, precies. En dan heeft ze echt de beste tip ooit. En als jou dit niet bevalt, dan kijk je deze video's toch lekker niet. Nou, dat is echt mijn tip aan alle haters of alle mensen die mijn video's of één video niet leuk vinden. Je kan ook iets anders gaan kijken. Verdoe je tijd alsjeblieft niet aan iets wat je niet leuk vindt. Ga gewoon naar een video die je wel leuk vindt. Of ga iets anders doen wat je leuk vindt om te doen. Dit is echt niet erop bedoeld. Dit is gewoon echt, besteed je tijd aan leuke dingen in plaats van dingen die je niet leuk vindt. Maar goed, we gaan door naar de volgende categorie en dat is geld. Daar krijg ik ook wel eens reacties op. Deze reactie is op een reageer op roddels video. En iemand zei, bij de eerste vraag zag je dat het wel waar is. Je doet het wel voor het geld en dit kanaal is ook voor het geld. En ik heb daar weer op gereageerd. Wat een onzin, want het is gewoon echt onzin. Als ik het voor het geld zou doen, zou ik al lang iets anders hebben gezocht. Want als je kijkt naar hoeveel tijd ik in mijn kanaal steek, ik werk minimaal 50 uur per week voor mijn YouTube kanaal en alles daaromheen. Dus als ik kijk naar hoeveel uur ik in mijn kanaal steek en dat ik bijna nooit vakantie neem. Daarom heb ik dus in januari de hele maand niet geüpload, omdat ik gewoon bijna nooit vakantie heb. Ja, als ik dat dan met elkaar ga afwegen, dan verdien ik echt heel weinig. Maar goed, ik hou hiervan. Dit is mijn grootste hobby en passie al jaren. Ik begon in 2010 of 2011 met YouTube en sindsdien ben ik gewoon niet meer gestopt. En drie jaar, bijna 3,5 jaar geleden ben ik dan dit kanaal begonnen. En het is gewoon mijn passie. Dus, en ik had het echt niet zo lang volgehouden als het met mij om geld ging. Want dan hou je het gewoon echt niet vol. Dit is een reactie op een Star Stable video, maar dat maakt op zich niet zoveel uit, want daar gaat de reactie helemaal niet over. Iemand zei, sorry, geen haat, maar die dekjes zijn super duur. Ze heeft het denk ik over mijn dekjes. De meeste dekjes in de winkel zijn 20 en 30 euro. Nou, ik heb dus even vanmiddag op de grootste paardenwebshops gekeken, hoeveel die dekjes daar zijn. En daar vond ik deze prijzen. Nou, een dekje die was 60 euro, maar nu afgerond 45. Een dekje van ook afgerond 55. Ik zeg even allemaal afgeronde getallen. 35 en 62. Dan een wel goedkoop dekje, afgerond 17 euro, 45 euro, 60 euro en 40 euro en 33 euro. En als allerlaatste dekjes van 47 euro, 45 en 25. En ik heb echt een beetje het gemiddelde gepakt. Volgens mij heb ik zelfs de bovenste rij gepakt van de eerste paar dekjes die dan het meest worden verkocht. Ik denk dat de gemiddelde dekjesprijs zo tussen de 50 en 30 euro ligt. En mijn dekjes liggen ook eigenlijk tussen de 50 en 30 euro. En voor mij is het zelfs moeilijker om de prijs heel laag te houden als je het vergelijkt met een BR of een HV Polo of Applecheck. Want die kunnen heel groot inkopen en dan gaat de prijs per dekje voor hen heel erg omlaag. Ik kan niet zo groot inkopen, helaas, want ik verkoop veel, maar niet zoveel. Dus voor mij in Agradi is het heel moeilijk om die prijzen laag te houden. Dus daar doen we gewoon heel erg ons best mee. Oh ja, dan wil ik nog even zeggen dat mijn dekjes zijn afgeprijsd. Dus als je nog een dekje van onder de 30 euro wilt, dan moet je heel even naar Agradi toe gaan, want daar kan je hem vinden. Ja, en dan gaan we nu door met de laatste paar haatreacties. Deze haatreacties zijn eigenlijk allemaal geplaatst door dezelfde persoon. Deze persoon vindt het gewoon heel leuk om haatreacties onder mijn video's te zetten. En dit doet ze al een tijdje, want ze heeft het recentelijk gedaan. Maar ook al een paar maanden geleden deed ze het ook al. Dus laten we even beginnen met de eerste. Deze video heb ik recentelijk geüpload en daarin laat ik 5 verschillende horse agility obstakels zien. En deze persoon heeft gereageerd onder die video. Is het niet godganse warm voor die arme paarden? Laat ze gewoon wat grazen in de pauperhitte. Dit is gewoon zielig. Helemaal uitsloven voor die agility. Gewoon rustig aandoen. Even lekker lopen en grazen. Water geven en gewoon weggaan. Ga nooit rijden in het weer, dames en heren. Jullie vinden het ook niet leuk als je in de hitte moet rennen, springen, noem maar op, dan val je gewoon om van de hitte, uitputting, bedoel, why doe je dit, Fenna? Je kan ook een dag uitpikken wanneer het niet warm is. Die video heb ik opgenomen in de ochtend, het was zo'n 9, 10 uur 's ochtends en die dag zou het
ongeveer 25 graden worden. Dus toen was het misschien 18 graden, dus zo warm was het helemaal niet. Dus ik weet niet hoe ze hier eigenlijk bij komt. Dit heeft ze gereageerd onder een Ankie van Gunsfan game. Wijf, stel je niet aan met die nachtmerrie ding. Hoe oud ben je nou? 8 jaar, die dat eng vindt. What the fuck? Ja, nou sorry, vind ik gewoon eng. De volgende, onder een Star Stable video. Je speelt alsof je denkt dat je alles kan. Ik speel Star Stable 9 jaar, dus ik weet hoe je moet spelen. Je moet Star Stable serieus nemen. En dat doe je niet echt. Urgh, je irriteert me met je stomme hoofd. En kom op zeg, what the fuck. Het is eng. Het is sorry, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. GVD, het is helemaal niet eng. Het is een F-paardenspel. Nee, je moet naar Walibi gaan. Daar pis je gewoon in je broek. Maar hoe je reageert echt met je handen bij je gezicht. Kom op man, grow up. Ja, we gaan naar de volgende. Dit is dan weer onder een vlog gereageerd. Je durft niet eens te galopperen of draven. Weet je hoe leuk dat is? Je kan echt niet rijden. En je bent lelijk. Oké. Okay. Dan de volgende. Je zet je echt super erg voor lul. Je kan geen Star Stable spelen. Je doet niet serieus. Zoals Stephanie Darkson, Judith Kingland en Zoe Winterson. Oftewel Daphne. Hun spelen ook vet lang. En je moet Star Stable niet kinderachtig spelen. Maar serieus nemen. Jezus, je praat poep. Oké. Okay. Even kijken. Oh ja, toen had ik gereageerd op haar kanaal. Want blijkbaar maakt ze zelf ook video's. Helaas niet met facecam of iets. Ze maakt namelijk game video's. Maar ik dacht, laat ik even oprecht een hart onder de riem bij haar steken. En zeggen, wat leuk dat je video's maakt. Dus dat heb ik gereageerd onder een video van haar. En daar heeft zij toen ook een hartje op gezet. En ze heeft dus onder mijn reactie weer gereageerd met, heel verrassend. Thanks Hoefwijzer. Blij smiley, blij smiley, blij smiley. Maak er een video over. Ik hou zelf ook van paarden. Rijd super lang. Ben een soort van fluister. Loop met wilde paarden door de duinen en zo. Oké. Okay. Ja, ze heeft opeens een enorme switch gemaakt. Ze kan blijkbaar ook lief zijn. Nou, dat is goed om te weten natuurlijk. En ik wil deze video ook niet maken om iemand echt belachelijk te maken of zo. En ik wil deze haters ook geen shout-out geven. Dus ik heb ook alle namen weggehaald. Ik wil ook niet dat jullie uiteindelijk op die reacties gaan reageren met allemaal haat op de haters, zeg maar. Ik wil dit gewoon laten zien, omdat het sowieso werd aangevraagd. Ik vind het eigenlijk heel grappig om te doen. Want ik kan hier best wel goed mee omgaan. Maar ook omdat ik gewoon wil laten zien dat ik krijg niet alleen lieve reacties. Wel bijna alleen maar. Echt meer dan 99% bestaat uit lieve reacties. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar er is ook een klein procentje en die laten dit soort reacties achter. En ik wil hierbij ook zeggen, kijk, ik kan hier goed tegen. Ik lach hier gewoon echt om. Ik vind het gewoon echt heel grappig. Ik vind het vooral grappig dat mijn grootste hater dan op het einde heel lief is. En opeens een paardenfluisteraar blijkt te zijn. Maar het kan zo zijn dat deze haters naar iemand toe gaan en vervelende reacties onder iemand plaatsen die er niet goed tegen kan. En dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Want vroeger kon ik er ook helemaal niet tegen. Ik heb ondertussen een wat dikkere olifantenhuid gekregen. Maar ik wil met deze video een beetje laten zien dat als jij een haatreactie krijgt, probeer het niet te serieus te nemen. Want haatreacties plaatsen is echt het makkelijkste wat je kan doen op het internet. Vooral omdat je het anoniem kan doen. Dus neem haatreacties niet te serieus. Verwijder ze eventueel, want dan verwijder je de reactie eigenlijk ook uit je leven. Dat hielp bij mij in het begin heel erg. Blokkeer die persoon en probeer er niet meer aan te denken. Kijk vooral naar de leuke en lieve reacties. Hey, Moos komt erbij. Oh, je ziet hem net niet. Nou, jammer. Maar goed. En als je er dan nog steeds mee zit, ga dan alsjeblieft met iemand praten. Zoals een vriend of vriendin of je ouders. En heb het er gewoon over. En ik weet zeker dat dat gewoon een soort van druk van je schouders afhaalt. Dat het jou helpt met het verwerken van de haatreacties. Want het is gewoon echt niet leuk. Dus probeer van de haatreacties of iets grappigs te maken of verwijderd. En praat vervolgens met iemand over als je er nog steeds mee zit. Dat is eigenlijk mijn tip. Ja, vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Mag je ook doen als je mij gewoon wilt supporten of zo, weet ik veel. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei! Nora! Ik ben even een tub nu aan het maken, dan gaat ze even lekker staan plassen. Gadver. Noah.